ik mis nu mijn voorvoet. En dat is ook door een ziekte gekomen. En ik mis een bovenbeensamputatie. En ik mis twee duimen. Ik mis de middelvinger en de wijsvinger. Maar mijn lichaam blijft op. Tot 17 jaar geleden was René een trotse militair. Tot bij hem de ziekte van Burger werd vastgesteld. Zijn wereld is er heel klein door geworden. Maar René geniet van de dingen die voor hem nog kunnen. Wat gaat u ons laten zien? Een NEC-shirt van mijn favoriete club, waar ik altijd al 15 jaar naartoe ga. Is dat makkelijk? Het is heel makkelijk om daar te komen. Ik ga met mijn rolstoel daar naartoe. En ik zet de rolstoel neer en ik ga met de lift omhoog. Samen met mijn zoons. Want anders, ja, dan word ik te moe om alleen te lopen. Waarom oogt u zo positief? Ja, ik ben eenmaal een jongen van... Ik leef op een dag. De ziekte is geleidelijk aan steeds erger geworden. René's zoons kennen hun vader dus alleen als zieke man. Maar al vanaf hun kleutertijd hebben zij hun vader geholpen waar mogelijk. Daarom hebben zij de kinderheldenmedaille van Nijmegen gekregen... uit handen van burgemeester De Graaf. Mijn vader helpen met prothese aan doen bij hem. Was doen... soms strijken en ook opruimen, stofzuigen. Ja, ik ben er van alles. Druk? Ja, soms. Maar toch ook leuk om te doen? Ja. Want? Ja, het is gewoon echt heel speciaal dat je gewoon iets leuks voor je ouders kan terugdoen. Hij heeft het al sinds, ja, ik weet niet, 17 jaar of zo. Ja, en ik ben pas 11, dus ik weet eigenlijk niet anders. Moeder Marga werkt keihard om het gezin te onderhouden. Zij prijst zich gelukkig met haar man en twee jonge helden. Al weet niemand hoe lang René de strijd tegen zijn ziekte nog volhoudt. Ik ben hartstikke trots op mijn twee kanjas. Geweldig, zulke jongeren. Ze weten niet beter en van kleins af aan, ze doen altijd alles. Soms wel af en toe wel een beetje gemopperd, tegenspratten, maar uiteindelijk doen ze het wel. En we kijken ook niet naar de toekomst, we leven met de dag. En we blijven positief en het maakt ons alleen maar sterker. We gaan er niet aan onderdoor.